Welkom in aflevering 9, Klussen met Hout Direct. In vorige afleveringen hebben we deze overkapping gebouwd en de buitenwanden dichtgemaakt. Vandaag gaan we starten met een nieuw project. Het dichtmaken van het dak met Douglas vellingdelen. En daarna gaan we rondom een boeirand aanbrengen. We gaan nu de vellingdelen monteren. We hebben dat de juiste mate afgekort. De mooie kant is waar de lange zijdes zijn afgeschuind. Die houden we aan de onderkant, is mooi afgewerkt. We schroeven ze hier aan de achterkant vast en bij de volgende plaat kunnen we mooi erin schuiven en dan kunnen we hem afschroeven. We gaan nu verder met rondom een regel te zetten. We pakken hiervoor vuurhout geïmpregneerd 45 bij 90 mm. Hierdoor ontstaat er een mooie bak waar straks de EPDM tegenaan kan worden gelegd. Voor EPDM kun je gewoon een rechte rand pakken. Er hoeft geen afgeschuinde mastiekstrook voor neergezet te worden. Aan de andere kant kunnen we straks de Douglas boeidelen monteren. We gaan nu verder met het maken van de boeirand. We hebben een Douglasplank van 25 bij 250 mm hiervoor genomen. En die schroeven we nu vast aan de regel die we net op het dak hebben gezet. Straks komt hier nog een plank tegen 22 bij 150 om een dubbele rand te krijgen. We werken deze rand af met een dubbele boeirand. Dus dat betekent dat we nu nog een plank Douglas 22 bij 150 mm erop monteren. Dan krijg je mooi een dubbele rand. In een volgend filmpje gaan we dit dak dichtplakken met EPDM. Daar worden ook twee stadsuitlopen meegenomen om het regenwater van het dak af te laten vloeien. Daarvoor gaan we nu een gat zagen van 6 bij 8 centimeter waarin de stadsuitloop invalt. Oké, René, het filmpje zit er weer op. De vellingdelen liggen, de boeirand is gemaakt, uitsparingen voor de stadsuitloop zijn gezaagd. Nu gaan we in een volgend filmpje dit dak isoleren met peerplaatjes.